kikkers, welkom bij deze allereerste aflevering van Sasdom TV van het nieuwe seizoen. Wie hebt nu direct al een uitdaging? De wezenboeren en de deurzakers hebben op deze avond een prinsbal. Ik ben benieuwd hoe onze artistieke leider, nou ja, mijn lange ei, dit gaat oplossen. Ja, daar zijn we weer, de 11e van de 11e. Wieger, je kunt weer aan de werk, mijn jongen. We hebben er vanavond twee. We hebben de vierjaargetijden met de wezenlozen. En we gaan denk ik nog even op bezoek bij Bloepers naar Prins Bike. Sterker nog, dat weet ik nog wel zeker. Vooralsnog begint Batsen erbij roepen, man. Hij had ze natuurlijk weer verslopen. Oh, dat mag niet zijn dat je verslopen, maar kom erin bij, vriend. Kom erin bij. Hoe heet dat nou zo? Ja, ik heb mijn rust nodig. Je hebt mijn rust nodig. En die pak je ook wel. Die waren weer te laten. Ja, die waren weer te laten. Nee, ik ben best een Piet. Nou, Gert was vol gevraagd. Nee, Gert was niet. Gert kende, Gert is ook gevraagd. Gert was vols gevraagd. Nee, Gert is ook niet op Piet. Nee, heel cool. Gert is ook niet op Piet. Dan moet je een keer met die maar... werken. Kom, we gaan erin. We gaan nog even iets nog wat doen. Want wie komt er ook aan het werk, hè? Natuurlijk, ja. Hè? Gaan we eens even kijken. Afzal is gevallen. Buffal. Gert, ga je ook mee? Ja. Kom maar. Oh, maar wie bent de eerdere best, hè? Ja. De abdicatie van prinses Ster is al in volle gang. Jongen, het is wel, hè? Aan de kerels. Aan mijn hartjes, maar aan de hele vereniging. En ik wil graag iedereen bedanken van het Spoels Carnaval. Elke vereniging die we overal. Ja, ook erbij. Ik wil daarom iedereen bedanken. Wij hebben een fantastisch jaar gehad. En ook jou, Christel, wil ik bedanken. Deze mag even de aandacht. Nee, nou even serieus. Ik wil graag de Raad van Elf bedanken voor jullie. Ik wil graag het bestuur bedanken dat jullie overal aanwezig zijn geweest en ons hebben gesteund overal. En ik wil graag natuurlijk mijn Atjes bedanken. En daar heb ik nog een cadeautje van. En dan moet ik ook jou bedanken. Meiden, super dankjewel dat jullie bij mij naast mij hebben willen staan. En al die soepen. Wat doen die twee deur dan op de achtergrond? En alles weer. Super dat jullie dat met mij hebben willen doen. Dankjewel. Dit is een mooi cadeau van het bestuur. Dames. Mooi. Moet ik even laten zien? Dan zit het voor mij er niet duidelijk op. Geef het de dames van de commissie 11-11 op. Dan wil ik Bea vragen. Ik heb bij mij mezelf DNA. Wil jij de onderscheidingen van Laura afhalen? Ik vind het veel de Grieken donker. Wil je niet te veel? Ik wil donker. De eerste die alle sponsoren van de andere heeft afgetrokken buiten
zwembad. Alle eerste winnaar van vanavond. Mooi, hè? Ik heb nu ook koud. Het is warm op maat. Ik heb het nu al koud. Jij ook. Het is helemaal niet koud. Het is helemaal niet koud. Het is warm water, heb ik gehoord. Nou, Carlo. Wat dan? Michelle, jullie kwijt krijgen. Het wordt niet koud. Oh, koud. Het kind wordt geboren in het bad. Niet René. Ja, dan stit die lolly hem wel veel aan. Iemand weer voor. Doei. Oh, warme douche. Ja, we gaan huis. En toen nam Gert het besluit om Ans en Batse alleen op pad naar de deurzakkers te sturen. Nou, ik ben er bang dat ik daar een klein Bettienspiet van kreeg. Ik denk met de fiets, want ik heb molde fietsen zien staan op Facebook. Dus ik denk dat ze die met hem naar bloepers. Maar ja, wie moet het weer doen? Is dat nog wel in beeld? Jazeker. Oké. Okay. De stabilisator wat Gert gemaakt heeft, die werkt wel goed. Ja, nou hartstikke goed. Gert zelf niet hoor, maar voor de rest? We zullen eigenlijk met z'n drieën op pad. Maar ja, hier in de vier jaar tijd, er zitten drie vrouwen. Die ben net afgegaan. En je weet hè, Gert en vrouw. Ja. Gert, gij blijft maar sloem. Gert, die blijft eraan roepen. En ja, wie moet maar weer naar die kerels doen? Nou, kom maar. We gaan, we gaan naar de bloepers. Appetjo. Zien eenmaal Luts. Nee, nog niet. Loop maar weg, joh. Dat is mooi. Van Wieger, kom ook maar met. Mag Wieger ook mee? Wieger mag ook mee. Oh, we gaan maar naar pad met Wieger, hè? Ja, ja. Tuurlijk. Platje, waar komen we tegen? Ja, komen we tegen in de steek. Komt u maar hoor, loopt u maar gewoon door. Ja, dat gaat niks. Sassen op de veer mag alles. Hartstikke goed. Hop. Ik kom hier toevallig. Theo. Er staat nog net in voor zijn mooie zaak. Ja. En Theo die verzorgt onze vendag. Nou, daar gingen we wel mee doen. Ja. De 5e februari. De 5e februari. En we hebben mooie muziek. Ook nog? Ja. We hebben de Man in Music. Ja, verrassend. We hebben Helma. Aha. En ik heb begrepen dat onze Patrick... Helemaal halfwerk? Ja. Oké. Okay. Nee, dat duurt nog een week. Hè? En ik heb begrepen dat Patrick ook nog een stukje kan zingen. Patrick ook een nootje kan zingen. Ja, de rest is verrassend, dat is leuk. Ja. En dat is een beetje de afterparty van het Capellefestival. Van het Capellefestival. Ja, leuk. Ja. Dus we hebben sowieso de tentsmiddag, dat is hartstikke vol bij de Capellefestival. Ja, zeker. Ja. En als we een derde mee kunnen nemen naar de derde, dat verwacht ik wel. Ja, zeker. De vaste crew die komt daar toch wel. Ja, ja, ja. En, nou, dan maken we er nog even een mooi afterparty van. Hebben we zin in. Ja? We hopen dat iedereen fris en gezond is. Wieger weer volop mee kan doen. Ja, Wieger is erbij. Wieger is erbij. Die, en anders halen we hem op. Hoe is vanavond? Een rondje cirkels geweest en hier bij de... Nee, cirkels bloepers zitten ze. Om bloepers al. Ja, we gaan af in de bloepers. We hebben onderweg. En waar is nog meer wat bij de wezenlozen? Bij de vierjaartijd. Ja, de vierjaartijd. Dan komen wij nog net weg. Dan hebben we Gerdag. En natuurlijk zondag. Drie vrouwen, dat is bij drie kerels. Zondagmiddag begint het in de bier dan, hè? Zondagmiddag is de bier dan. Oh, kijk uit. Dan komt een naam aan. De race. Joem. Wauw. Morgenmiddag gaan we weer naar de beste vaatjes. Ja. En dan morgenavond gaan we naar de Knienebelters. In Wissenhold. En dan nog eventjes aansluiten naar de buitensociëteit, denk ik. Nee. Nee. Dan mogen we niet komen bij Rijleuvers. Nee, ja, jullie mogen niet komen. Maar daar komen we morgen op terug, Hans, of niet? Maar dat redden we niet. Oké. Okay. Nee, die tijden zijn zo krap allemaal. Ja, komt je beelden? Ja, je komt in beeld. Oké, de Rijnberg. Van Zwolle. Van der Brug senior. Ik was de zoon van Gerrit. Kijk je? Nee, hoe niet. Het is geen bitprintje, hoor. Dat is gewoon een opname. Oh, sorry. Dat is wel een puntje van. Maar zondagmiddag de tonnen zonders. Meneer Bakker, ben je verder nog iets van plan met de carnaval? Met de carnaval zijn we zeker van plan. Ja, we hebben een groot plan, ook weer bij de Bieton. Natuurlijk op vrijdagavond het welbekende gehandicapte carnaval. Waar we geen reclame voor mogen maken. Dan hebben we zaterdag weer de grote avond met leuke artiesten en veranderende gekkerheid. Hans, ik hoorde wat in de wandelgang. Oh, heur je. Dat er een weken van de vuur wat giet gebeuren. Ook dat is nog gebeurd. Dit is een scoop, hè? Oh ja, dat is een hele goede scoop. Ja, klopt. Bjorn van Schoep. De 18e gaat het gebeuren. Via veel vrienden uit de oude carnavalswereld, vanuit Sassendonk, vanuit van allerlei verenigingen. Het is niet de vereniging gebonden.
Zijn we wat leuks van plan om inderdaad op te vangen met hele leuke lijfmuziek, heel veel lijfmuziek, amazing muziek, ja, gewoon meedraaiende woorden. Het was iets met een karaoke-achtige dingen. Een feestje vooraf, zo wordt het al genoemd, hè? Zes dagen vooraf. Het is een beetje het opwarmer en dat komt dit jaar heel goed uit, omdat we de week ervoor eigenlijk niet veel hebben. We hebben het Capellenfestival en het Seniorencarnaval is verplaatst door de krokusvakantie. Ze dus hebben iets meer ruimte gekregen, dus zes dagen vooraf is ook een groot feest. Veel goeds. Maar daar worden jullie zeker van op de hoogte gehouden. En, hartstikke mooi. Betrokken. Mooi, hartstikke mooi. Nou, meneer Bakker. Als video, alles goed erbij. Misschien wel zang. Maar dat is een nieuwtje voor jullie. Ja. Een scoop. Een scoop. Zingen. Cool. Theo, bedankt. Wat ze? Kalle, succes met de. Ja, komt goed. Appetit. Hoi. Tja, kom hier aan bij bloepers. Gert is blijven hangen bij de wezenlozen. En er zijn twee vrouwen. Gaan we even kijken bij onze vriend Dink. Vriend Hans, hele goede fotograaf. Doet nou de camerabeelden. Dus, Wiegert, ga mee. We gaan even kijken wat er gebeurt. Er is een speciale wisselkracht ingebouwd. Let op de techniek die er allemaal bij gebruikt is. Daar is ook geïnvesteerd, zodat ze elkaar niet tegenwerken. Maar dat ze echt kunnen samenwerken, die adjudanten. Dat is wel heel uniek. Dus dat is wel even voor elkaar. Maar het is nog wel mooi natuurlijk, als je een band gaat plakken. De Toppie heeft dat klaar. Dan is het natuurlijk van wat hebben wij daarvoor? Hey. We hebben zo'n speciaal doosje voor ooit gevonden, gekregen. En daar is ook een speciale lespray voor mij gevonden. Dus ik zou zeggen, onder een, pop die banden voor mijn adjudanten en Chris Blank, zorg ervoor. Koffie! Ah, jongen, koffie! Ik moet wel een beetje snelheid in zitten. Het is een dikke band. En het is ook dikke lucht die erin zit. Want twee is even kijken natuurlijk, dan kunnen we dat nog voor elkaar krijgen. Omdat, ja. Geen vonden met anderen komt dan omhoog. Nou ja, dat is gewoon het minste wat je wilt bereiken natuurlijk. Nou, daar gaan we dan. We mogen nu naar Henk zeggen. Ja. Ja? Hoe vond je de afgang? Ik vond een geweldige afgang. Alleen met die gele zwink op de kop, daar vond ik helemaal niks. Als je weet iets wat kunnen doen, maar toen waren de macht niet meer in Nederland. Ja, maar dan krijg je weer de discussie van zwarte pieten, dat willen we weer niet hebben. Dat willen we niet hebben. Hoe was je een ja? Mijn ja was geweldig. Ja? Geweldig. Ik heb echt een topjaar gehad. Genoten van dit jaar al? Heel veel visjes geweest en heel veel vrienden die leren kennen. Dus het was voor mij een geweldige... Je moet neer wat ik kan, denk ik. Geweldige... We hebben ten bate van Sassendonk TV hebben wij speciale pins laten maken. Tweka BV. Die wij verkopen voor een eurootje. Ja. Ik heb je dochter liefst al een paar verkocht. Ja. Gaat die nou ook nog even verkopen voor een euro? Ja. Eén? Ja. Of twee? Of twee. Voor Joker? Twee. Goed. Ook één voor Joker. Oh, Hans, hij loopt wel de broek aan, hè? Nee. Nee. Ik betaal. Ik wil hem niet. Oh, dat nog. Heb je hem geen pin? Kun je die pin mee ons? Ja, we hebben wel pin. Je hebt wel pin. Ik geef een pin. Ja, maar ik betaal gewoon. Dat is heel mooi. We gaan eens even kijken waar de Watse is. Ja, daar is de Watse. Hans heeft mij in de steek gelaten. Die gaat naar de wezenloze. Jullie zullen hem zo wel zien. Hans, heb je schrik? Ik ga hier, Henk. En je nieuwe... Ondertussen bij de wezenlozen. Anja. Eerst wordt het nu. Nee, jij mag het doen. Ik ga het doen. Ja. Anja, geweldig. Ja. Dat je vorig jaar in onze vereniging bent gekomen als de rechter of de linkerhand van Christian. Wij begrijpen dat je vanwege alle reisomstandigheden hebt besloten om niet terug te komen in de Avenue.
Wij hopen altijd dat het deurtje open blijft staan. En dat je niet terug gaat naar over de bruggen. Maar we willen jou namens de vereniging hartstikke bedanken voor het mooie jaar. En we hopen je nog vaak terug te zien hier bij de Wezenhoven. Dankjewel. Jij hebt wel besloten om terug te komen in de Raad van Elf bij de vereniging De Wezenlozen. Wij gaan jou installeren tot raadslid. We gaan even kijken wat er thuis is. Het raadsluisje. Ik ga aan Elf vragen als jou het veldje op moet doen. Ik heb ook een speltje. Ja, wat een spelder. Niet lekker, hè? Laura, welkom bij de Raad. Ja, mag jij bij de rest van de Raad staan? Michel, met jou zijn we nu klaar. Nog niet. Dankjewel. Hij en ik hebben elkaar besloten, vergaderd en eigenlijk zijn we niet uitgegaan. Na heel lang overleg, hè, en uiteindelijk wel overeens gekomen, dat je toch toe mag treden tot het oud prinsen garnizoen van de wegen. Ho. Wacht even. Oh ja. We gaan een stapje te ver. Wij gaan niet zomaar zeggen, ze doen het. Wat is het je waard om toe te mogen treden tot de Vossendom van de wegen? Het lijkt zo. En van jullie op de buren misschien een nieuwe hoogheid. Maar allereerst gaan we beginnen met een glaasje met een glaasje bier. Maar die mag je zo halen. Hartjes, oh nee. Dan ga je jou. Shit. We gaan je installeren. Nog wat voor doen vanavond. Tot het Vossen. We wachten op de receptie in de buiten wat dikker was. Maar we gaan het doen. We krijgen een hooghanger door je vader. Hij lokt dus. Michel, Michel, Allah! Kijk dan, hoe later op de avond, hoe schooner het volk. Hoi, Mike. Hoi, Mike. Hoi, Mike. Hoi, Mike.
heb je hier gewonnen. Dat was geen. Hier staat ze, onze prinses. Rea Mea, de eerste. En dan de volgende vraag. Heb je ook adjudanten? En zou je die bekend willen maken? Met deze. Adjudant Naald en adjudant Draad. Sommigen zijn dommer dan de wedstrijden. Onbeter. Ja, kijk even. Dichter bij de muur van. Nog dicht. Ik ben wat ver. Oké, maar bij deze, mag ik jullie voorstellen? Hallo! Hallo! Prinses Rea Vea. Ja? Adjudant Naald en Draad. Dankjewel. Nu mogen we mij afstellen. En nou gauw weer terug naar de deurrakkers. Wat aan de late kan natuurlijk met alle pech onderweg. De gevaarlijke spoorbrug, de rode brug tussen Hattem en Zwolle. En we zien de Hattemendijkpoort. En we zien de Sassenpoort. Wat zal dit allemaal gaan betekenen? En wie gaat hier tevoorschijn komen? De 49e hoogheid van Carnavalsvereniging in de deur zijn. Deurzakkers presenteren de 49e hoogte van Carnavalsvereniging Deurzakkers, Prins Geer! Yeah. En het blauwe pak. Yeah. En we zien als je dan de groen die tevoorschijn komt uit het rode pak. En, zoals gezegd, de deurzakkers doen per definitie altijd met twee adjudanten. Maar de tweede adjudant, ja, die hebben een beetje last van de ruggen vanavond. Ik weet niet wat hij gedaan heeft gisteravond, maar ik wil hem er wel even wat dichterbij halen. Kom rustig dichterbij, adjudant Blauw! We helpen hem wel. Tegenom dat hij zo meteen is een andere. Vicevoorzitter Tienes heeft dan geoefend. Van hoe knoop ik dan aan die twee touwtjes vast, dat het allemaal weer goed kon hangen. En dat was erbij. De steek! En wederom de toepasselijke kleuren. De blauwe steek met de groene letters. De blauwe kleur van Zwolle met de groene letters van Hattem. Dat kan niet. Hattem moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, dit seizoen voorgaat bij Carnavalsvereniging de Deurzakkers. Wel, het was gezellig, maar wie gaat nou toch echt
neus toe.